Hoe bevalt het bij de VVD? Nou, het bevalt heel erg goed. We zijn een leuk team. We vullen elkaar goed aan. Er is ruimte voor ieders mening. Nou, het bevalt me heel erg goed. Ja, het is natuurlijk wel een hele overgang, hè, van de Partij van de Arbeid naar de VVD. Nou, als je kijkt naar de tumult, is het in ieder geval een hele grote overgang. Maar uiteindelijk staan we nog steeds voor hetzelfde en dat is voor Almelo. Dus goede ideeën voor Almelo. Nou, goede ideeën voor Almelo. Wat is er één van? Noem eens een voorbeeld. Nou ja, kijk, punt 1, zeg maar, wat we gedaan hebben natuurlijk met de rechtbank is, was natuurlijk een heel goed idee. Wat er gebeurt nu met het water in de stad zijn goede ideeën. Wat er gebeurt, zeg maar, met mensen betrekken bij het beleid, dat zijn goede ideeën. Dus heel veel goede ideeën, waar ook heel veel raadsleden ook gezamenlijk achter staan. Dus, hoe gaan we de mensen betrekken bij de goede ideeën? Nou, ik vind, je kunt mensen altijd meer betrekken. Maar op zich vind ik de wijze waarop de gemeente de mensen betrekt, gaat redelijk goed. Als ik kijk naar, het kan natuurlijk altijd beter. Maar betrekken van mensen is ook wel lastig, want hoe doe je dat? Hè? Doe je dat via alleen maar sociale media? Doe je dat met je bijeenkomsten? Doe je dat op andere manieren? Maar aandacht voor het betrekken van mensen is altijd een goede zaak. Dat wordt geïntensiveerd dit jaar? Nou, ik hoop zeker, zeg maar, dat iedereen dat gaat doen. He, uiteindelijk gaat het over de Almelo's. En als je kijkt naar het aantal stemmen wat de vorige keer gehaald is bij de gemeenteraadsverkiezingen, dan is dat minder dan de helft van de kiezers. Dus ik denk dat we met elkaar een grote klusje klaar hebben om alle mensen naar de stembussen te gaan krijgen, zeg maar, en warm te draaien voor een mening te hebben voor Almelo. Heb je zelf gewoon voor uzelf ook een ideaal dat u zegt van daar streef ik naar in 2017? Nou, 2017 gaat natuurlijk vooral ook over bestendigen van de begroting. De begroting is al geaccordeerd, dus daar staat al eigenlijk al heel veel in. Nou ja, kijk. Was nog wel een tegenvaller, hè, van 2 miljoen? Nou ja, tegenvallers heb je altijd. En 2 miljoen is natuurlijk fors. En daar moet je met elkaar over hebben.